Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Bezemboel. Zoals jullie zien ben ik even wat op de hand aan het afwassen. Het kopje van Willy en een kopje van mij. Want ja, het kopje was nog niet eens iets afgewassen, want ik heb te weinig afwas. Ja, dan gooi ik het niet in de vaatwasser gooien. Nee hoor, laat ik het gewoon staan. Zo simpel. Maar ja, Willy kan elk moment komen. Ik vind het eigenlijk al een beetje laat. Ja, ik weet niet. De man is meestal een beetje voor ene. Ik weet het niet. En ik heb, ik ben 3 minuten voor, dus ja, ik heb het 57. Nou ja, maakt niet uit. Ze komt zo hoor. Ja, ze komt zo. Dat eventjes de boel opredderen hier moet ook gedaan worden. Want het is hier nat. Vanwege de kopjes. Zo. Nou, dan gaan we eventjes water in de kan doen. Dat moet ook gebeuren. Zo. Voor koffie. En dan zetten we dat zo vast gewoon erop. Ja. Voilà. Een koffie in een kopje. Ja, want het is vandaag alweer maandag, de 8e juli. En waarom er een hoop zeggen juli, het is juli. Dus ik weet niet hoor. Juli schrijf met een lange ei en juli schrijf met alleen nog de i. Ja, dus. Maar ja, wie ben ik hè? Zo, molken van de kou. Molken van de kou. Want Willy heeft melk in haar koffie. Dus die zetten we zo vast al klaar. En ik moet de meisjes ook nog uitlaten, maar die zijn net buiten geweest. En dus, mag ik er even bij, schatje? Dank je. Voilà. Voilà, en ik moet even de stoel voor Willy naar achter halen, want anders kan zij niet zitten. Als ze dat zelf ook wel hoort, daar niet van. Zo. Ze moeten toch rekening mee houden dat ik er ook nog langs moet. Ja. Ja. Ik had gehoopt dat dit kleiner had geweest dan mijn eigen bankstel, maar nee, dan had ik beter mijn eigen bankstel kunnen behouden. Maar ja, ik wou wat anders en die kans kreeg ik nou gratis, dus ja. Maar hij is wel kolossaal, de stoelen al helemaal. Dus ja, nou zit ik al nu al te denken, hoe moet ik dit met de kerst hebben? Ja, weet je dat? Oei, jongens. Maar oké, ja, het is, hoe laat leven we, 12:56. Geeft Google Hub aan. En ik moet even mijn computer verder nog opstarten. Dus doen we dat even. En er is er eentje lastig aan jou, maar die komt er nog nou niet in. Nee, want ik moet straks, als ik de koffie op heb, met de meisjes uit. Ja. Helemaal waar. En ik heb ook nog niks gehoord van haar. Of ze komt ja of nee, ik weet van niks. Tot maandag krijg je donderdag. Nou ja, en een prettig weekend. Maar voor hetzelfde geld, ja. Ik kan niet weten. Nee, nog een jendo. En dus, maar we wachten het gewoon af, lieve vrienden. En ik wens jullie een prachtige dag toe. Met veel liefde en de zonneschijn. Hier is ons zonnetje af en toe wel aanwezig, maar er is ook bewolking. Ja, daar komt ze. Kijk dan. Kijk dan hoe lief. En stil, hè? Nee, we zijn stil. We zijn stil. Nee. Rijka. En Elving. Stil. 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 Allebei stilletjes.
stil. Allebei stil. Allebei Suus. Allebei rustig. Goed zo. Nou, dat is dan gelijk koffietijd. Ja, lekker. Lekker, zegt ze al. Heerlijk. Kom. Kom, Rijka. Oh, je wilt in de zon. Ja, daarom. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie doen. En tot later. Ja, Kandalfie. Hé? Ja, Kandalfie is meegekomen naar beneden. Want vraag je even bij Willy. Ja, even koekeloeren bij Willy. Tenminste, even wat laten zien aan Willy. Ja. En ik ben al bezig met een bakje koffie. En daar heb ik gewoon zin in. En ja, als je daar zin in hebt, moet je het gewoon maken. Ja, toch? Ja. En Willy die drinkt maar één bakje koffie, want die krijgt bij iedereen koffie. Dus ja. En begrijpelijk toch? Ja, dan drink je er maar één bij iedereen. Dan heb je er ook genoeg. Ja. Maar eventjes lekker aan de koffie. En dan ga ik aan de vlog beginnen. Want ik wil zo doen dat ik morgen geen vlogs hoef te maken. En ik heb Karin ook verteld dat ik weg ben. Ja, dat dus. Maar dat komt allemaal wel goed, mag ik hopen. Ja, ik moet zo straks eerst in mijn Gmail kijken of ze inderdaad niks doorgestuurd hebben. Want ik ben morgen niet thuis. Zo, dat dus. Ja, want de tijd is er ook uit. Want ze zouden rond, meende ik, 11:30, 12:00 komen. Nou, dan moeten wel de meisjes uit geweest zijn, weet je. En dan is het eerst een bakje koffie en een gebakkie. En dan de hartelijk. Sowieso de Jutters Markt over. Nou ja, en je hebt het aan je dag. Ja, toch? En dus. En ja. We gaan ook uit eten. Ik zal proberen haar vandaag nog te bereiken. Van, wil je hebben dat ik bel? Of, nou ja, kijk, het is wel handiger dat ik bel. Maar dan moet ik ook de tijd weten hoe laat zij willen. Ja, niet ik, maar zij. Mij interesseert het niet. Nee, anders, dat maken hun maar uit. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook van een bakje koffie of een bakje thee of weet ik veel wat je lust. Geniet ervan en geniet van het mooie weer. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ga er vandoor. We gaan eventjes naar mijn achtertuintje. Jullie weten wel wat ik bedoel. De kermis. En even wat boodschapjes doen, want ik heb voor Kandalfie om een heel klein beetje snoep. Dat moet er sowieso bij komen, hè? Ja. En ook voor de meisjes moet er wat bij komen. Dus ja, en voor mezelf natuurlijk wat. Ja, en morgen nog een keertje mijn verjaardag in het dunnetjes overvieren. En dus ik moet wel even 3 taartjes hebben. Ja. We zien wel wat ik haal. Misschien tompoesen of weet ik veel. We zien wel. Ja. Is weer eens wat anders. Dus ja, jullie gaan dus mee. Maar ik heb aan mijn booster nog een oude handtas, schoudertas hangen. En die schouderriem is eraf, maar die twee losse, die kleine riempjes dat je hem in je hand kan hebben, dat zit er nog wel aan vast, want dat kan er niet af. Dan moet je eraf knippen, dat is ook weer zonde. Maar die hangt tussen mijn benen, dus ja, daar kennen jullie veilig in. En dan heb ik jullie niet meer hierin, want dat is echt te zwaar. Dat wordt loodzwaar, dus ja. We gaan er gezellig vandoor. Ik ga mijn zonnebril even pakken. Die heb ik ook nodig. En snoepje heb ik al. Ik heb ook snoepjes in mijn jaszak. Mijn hele stikkie voor mijn stok. Mijn sleuteltje, die kan daar ook bij. Ik zit daar mijn sleutels in. Ja. Stok erbij en dan gaan we met die banaan. Dus zeg lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet zeker ook een klein beetje met mij mee. Tot later. Ja, de ingang van de kermis. Op mijn hoofd. Ik heb mijn zonnebril nog niet op, anders zie ik niet wat ik vind. Thank you.
dat lust ik niet. Het is mijn tussen. Dit is ook leuk, met een grijpkraan. Met palmolievleugels. Ja, denk het wel. Van het water, maar er komt er al een aardje. Yeah.
masculin. De mec qui joue dans la route, c'est un peu à la taille, ça y est. Le groupe de l'eau, le groupe de even een buurtgenoot, laat ik het zo zeggen, het is niet een buurman, maar een buurtgenoot, staat achter me. Ja, het is in deze buurt. Ik rijd regelmatig langs hem. En die was even met me mee en die gaat me helpen met de tuin sowieso. Ja, daar ben ik blij mee. Ja. En dus... Maar hij heeft een kleurtje, maakt niet uit. Hij heet Ram. Oké, Ram. Geen schaap, maar Ram. Ook goed. Waar die vandaan kwam, ja, ik geloof Indonesië of zoiets. Ik weet het niet eens. Maar in ieder geval, hij is 76 jaar, geloof ik. Ja, ik net andersom. Ja, leuk.
Het maakt niet uit. Het is niet eentje van internet. Het is niet eentje van vlog. Hij heeft wel internet, maar gebruikt het amper. Dus dan moet je het eens even wel doen. Zo word je wakker van. Ja, want hij weet dat ook van die chemtrails en alles. Dus ja, dan moet hij de rest ook gaan weten, vind ik. Ja, wie ben ik? Ik heb het er wel gezegd waar hij op moest kijken. Zoals Harp. Ja. Yeah. Maar in ieder geval, ik heb ook boodschapjes gedaan. En ik was ook bezig op te ruimen, maar ik moest op een gegeven moment naar het toilet. En toen zag ik iets, ik denk, oeps, ja, dat moet even gedaan worden. Even het prullenbakje van de wc legen. Heb ik het ook gelijk hier even gedaan. Maar dan moet ik wel eventjes weer een nieuwe zak erin doen. Ja, dat moet ook. Nee, en ik maak geen lawaai. Ik klop hem niet open met heel veel lawaai. Daar heb ik een hekel aan. Ja, heb ik zo een hekel aan. Dus zo hang ik hem even over mijn stoelleuning heen, mijn armleuning. Zoek deze weer in de zak. En die zakken die heb je er niet meer om. Maar ik heb de laatste die ik had, heb ik bewaard. Ik zeg, en daar wil ik het iedere keer weer in hebben. Want die rollen, ja, als je die wikkel eraf haalt, dan is het rollers wel open. En daar heb ik een hekel aan. Dus gewoon zo. In de zak. Netjes. Nou, en dan ga ik hem openmaken. Maar ik ga geen herrie maken, want zoals ik al zei, daar heb ik een hekel aan. Maar dan moet ik eerst zien waar een opening is. Oké, 1, 2. Nou, daar hebben we de zak. Dan gaan we weer de opening zoeken. Ja, en dan hebben we de opening. En dan steek ik gewoon mijn armen erin. Hoezo herrie? Met een geklop. Nee, niet nodig. Ik ga even de bak doen. Ja, moet ook gebeuren. Hoppa. Zo, hoog. Zo. En dan naar beneden. Hoppa. En dan jij erop. En dat zonder al te veel lawaai. Maar ja, nou boodschappen. Ik heb 2 zakjes voor mijn kereltje. En de meisjes, nou ze zijn zo geweldig lief. Dus ze krijgen er ook even 1. Maar dan moet ik eerst de schaar weer even hebben. Oei, 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 kwam je al? Kwam je al kijken, kind? Er staat wel een tikkeltje op het zakje, maar ja, een tikkeltje is ook een hondje, hè? Ja, een tikkeltje is ook een hondje. Ja, en wat zit erin? Nou, eerst Rijka. En dan Elwing. Zo dan. En hoeveel zit er nou nog in? 2, 4 en 5. Maak ik nog een zakje. Dus ja, dan is het weer eerlijk, hè. Maar dat moet ik zo meteen even in de boterhamzakje doen. Want er zit niet de ritssluiting in. Nee. Dus dat gaan we straks eerst even doen. Maar ik had nog meer. Ik had nog meer. De 2 brood. Een zak knabbels, iets voor bij het eten, het is eigenlijk van de barbecue, maar je kent ook gewoon bakken, ja, en dat is gewoon lekker. En dan ook voor de meisjes, 2 pakken koekjes, ja ja, dus dat dus, nou dan kan de tas weer opgeruimd worden. En dan kan die morgen weer in mijn mandje. Van de booster. Ja. Helemaal geweldig. Ja. Hoppa. Dus ja, dat dus. Nou, ik ga de boel verder even opruimen. En ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan. En tot later. Doei.
Ja, daar zijn we weer. Ja, ja. Ik heb de meisjes uitgelaten. Ik ga zo meteen een bakje koffie maken. En ik ga 2 eitjes koken. En ik ga lekker eten. Ja. Lekker zacht gekookt eitje. Alweer een tijd niet gehad. Ja, wel hard gekookt ei, maar waar was dat voor? Weet ik niet meer. Doet er ook niet toe. Ik heb wel hard gekookt ei gehad voor iets. Ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval weer even een zacht gekookt eitje, want ik moet weer even ietsje afvallen, ja. Hoeveel weet ik, staat mijn hoofd niet, maar ik loop weer richting de 70 kilo. Dat moet weer drastisch naar beneden, naar de 60, ja. Want ik voel het aan mijn rug. Je sjouwt het wel mee, maar er niet af. Ja, dan loop ik toch dagelijks, hè, dat, ja. En de calorieën, die vliegen wel om mijn oren wat dat er gaat, dat ik zoveel calorieën kwijt ben, maar hoe ze in de wat is het? Ik heb er niet zoveel verstand van, daar naartoe geloof ik. Nou, kom op, radertje. De calorieën, 14 calorieën heb ik opgemaakt. Calorieëntraining, 14 calorieën. Afstand 1,11. Ja, ik zeg altijd 1 keer, rond 1 kilometer is het wat ik loop. Maar in ieder geval, ja. Ik loop 14 calorieën eraf. Ja, kan er ook niet doen. En een stijging van 4 minuten. Tjonge, heb ik zo hard gelopen? Nee, want ik heb ook langzaam gelopen. Ik heb toch stilgestaan. De meiden eventjes laten strunen. Ja, dus ik weet niet hoor waar ze het over hebben. Maar in ieder geval, ik ga lekker eventjes voor mezelf zorgen dit keer. Ja, de meisjes nog een koekie en dan ga ik aan mezelf zorgen. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond. Allemaal, stuk voor stuk. En geniet van jullie avond, want het is, ja, prachtig mooi weer wil ik niet zeggen. Het is wel 18 graden buiten. Ik heb de deur een keertje open. Maar ja, het is dan weer donkere wolken, dan weer lichtere wolken. Maar het is wel weer helemaal dicht op hier en daar een klein blauw gaatje. Nu. Ja, de zon die schijnt er niet meer doorheen. Nee, mag niet meer. Ja. Dus in ieder geval, we hebben vandaag weer genoeg zon gehad, zeggen ze dan op mijn beurt. Ja. We zullen beleven wat voor weer we het morgen gaan krijgen. En ik hoop natuurlijk in ieder geval... de temperaturen knap, want ze hebben 22 graden gezegd vanmorgen. En ik denk dat ik dan toch niet die nieuwe jurk aan doe, maar mijn blauwe zilveren of zo. Of mijn zwarte glitterbroek met een topje. Ook goed. Ja, ik zie nog wel. Het is nog geen morgen. Nee. Of mijn andere nieuwe jurk met die korte mouwtjes. Maar ja, dat is 22 graden, dan wordt het weer warm. Dus dan een jurk zonder mouwen. En een vest mee. Ja. Zo is dat. Maar oké, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te lopen. Ja, ja, weer een verdieping hoger. Het is, hoe laat is het nou? Wat zie ik daar nou niet op? Want die ik net op... Oh, wacht even. 7 minuten over 1 is het. In de nacht. En ja, we gaan hardlopen naar boven, want ik... Met tijd eruit, want ik moet de meiden ook op tijd uitgelaten hebben. Want om 11:30, 12:00 komt mijn bezoek aan. Ja, dus het komt helemaal goed. En ik verheug me erop om ze weer te zien. Ja, echt wel, echt. Ik verheug me er goed op. Maar in ieder geval, de meisjes ga ik zo eerst nog wel weer even de tuin in laten. Want dat gaat ook altijd even door. Voordat ik naar boven toe ga, ook nog even weer de tuin in. Ik kan dus nog even frisse neus pakken, nog even een plasje doen of zo. Ja, dat moet ik ook nog weer doen, ja. Voordat ik naar boven toe ga wel. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons altijd de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant vandaag. Doei doei!